Papa is altijd met muziek bezig. Hij heeft mij ook als kind meegenomen naar festivals. Geluid is het heel erg belangrijk geweest voor ons. De geluiden als in deelnemen aan de maatschappij, maar de geluiden ook als in de geluiden om u heen, de muziek die dat er aanwezig is. Mijn vriend speelt piano en soms speel ik mee met hem. En dat is wel iets waar wij alle twee heel veel plezier uit halen. Ik ben Femke Stuik en ik werk als audioloog sinds 2014. Het fijnste wat ik vind aan mijn werk moet ik eigenlijk op twee vlakken opdelen. Ik vind het heel fijn om mensen gewoon die ervaringen terug te geven die ze gemist hebben. Dat ze terug sociaal zijn, dat ze terug kunnen meenemen, deelnemen aan de maatschappij ook. Langs de andere kant, het fijnste aan mijn werk vind ik de persoonlijke ontwikkeling die wij hebben mogen doormaken. De investeringen die voor ons worden gedaan op persoonlijk vlak is echt heel fijn om te zien. Ik heb voor Audica gekozen omdat hun doel mij heel erg aanspreekt. Zij staan heel erg voor meer mensen beter laten horen en willen mensen ook vooral heel erg bewust maken van hun gehoor. Dus we willen eerder aanwezig zijn in de opvoeding van de mensen. Als in, wij willen eerst weten hoe dat het met het gehoor is. Werken voor Audica is voor mij een hele grote stap in persoonlijke groei geweest. Als ik mezelf vergelijk met vorig jaar, ben ik echt een heel ander persoon geworden, omdat ze mij zoveel ondersteuning hebben gegeven. Dus dat is heel fijn. De collega's waar ik mee samenwerk, ja, we zijn een heel hecht team. We staan altijd klaar voor elkaar. Voor mijn mensen wil ik altijd het beste. Ik bouw met hen ook een persoonlijke relatie op, omdat ik weet ook dat wij elkaar op lange termijn nog gaan terugzien. Dus het is niet enkel die maand dat ze bij mij zijn, ze komen op lange termijn nog terug bij mij. En op die lange termijn wil ik elke dag het allerbeste. Audica ondersteunt ons op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Op professioneel vlak krijgen wij opleidingen over de nieuwigheden in de audiologische wereld. Maar krijgen wij ook ondersteuning over hoe dat wij met klanten kunnen omgaan. Op persoonlijk vlak worden wij ook echt ondersteund op onze mindsets, op onze manier van feedback geven over omgaan met de collega's. Muziek is iets waar ik altijd mee bezig ben, want ik heb het altijd op. Ik ben voor mijn werk vaak onderweg en dat is ook iets wat altijd opstaat.